De president van de Republiek Suriname geeft vandaag aan bij de lancering van de Monikarta dat er werkelijk licht in de tunnel is. Ik denk dat het licht nu ook zichtbaarder wordt. We moeten het zichtbaarder blijven maken voor met name die doelgroep die het dringend nodig heeft. Maar er komen nog meerdere momenten waar het duidelijk zal zijn dat het licht groter en groter wordt. De samenleving zegt dat het juist dimmer wordt. Het wordt niet groter, het wordt dimmer. Hoe kijkt u naar die opmerkingen? Omdat ze soms het niet het totale plaatje hebben. Vandaag heeft u net gehoord hoe het totale plaatje eruit ziet. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat het zichtbaarder voor de mensen wordt. Wij zitten aan de kant van het beleid. Wij treffen die maatregelen. We bereiden het voor. Maar voordat het naar die samenleving komt, is er weer een tijdsperiode overheen. En dat is wat ik gevraagd heb. Moeten we ook op een simpele wijze kunnen communiceren met de samenleving. En uitleggen. Begrijpt u? En... Nogmaals, we hebben een traject hiervoor uitgezet en we gaan constant, vooral dit jaar en als het moet ook komend jaar, alleen maar investeren in sociaal programma. Aangegeven dat u gaat investeren in sociaal programma, u heeft een aantal zaken opgenoemd. Kan de IMF zich terugvinden in de ombuiging hiervan? In feite zijn we bezig met onderhandelen met IMF. Het zijn zakelijke onderhandelingen. Ook IMF begrijpt namelijk dat je het sociaal programma moet implementeren, maar ook namelijk dat je subsidie moet afbouwen. Want als je een subsidie af, dan blijf je meer uitgeven. Ik heb net een voorbeeld gegeven van dat we 400 miljoen op maandbasis een subsidie geven voor brandstof. Maar daarbij EBS is ook een miljard. Op jaarbasis wat we een subsidie geven. Die dingen moeten afgebouwd worden. Dat wil zeggen dat die prijzen reële prijzen moeten worden. Maar natuurlijk moet je de EBS reorganiseren. Natuurlijk moet je weer kijken naar die prijs die EBS betaalt aan staatsolie. Natuurlijk moet je ook kijken hoe je het rapport wat uitgekomen voor EBS zo snel mogelijk kan implementeren. Dat er daar niet betaald wordt voor inefficiencies. Dat als je de echte prijs hebt, dat je betaalt voor de reële prijs. Maar tegelijkertijd, omdat die prijs gaat stijgen, moet je de samenleving beschermen. Dus nogmaals, we gaan subsidie afbouwen. Maar tegelijkertijd de samenleving beschermen. U verwacht die derde tranche in maart? Nee, er is nog onderhandeling gaande. Dus ik denk dat het nog een maand of twee gaat duren voordat je klaar bent met de onderhandelingen.